aantal keren met Peter van Velzen over gehad. En uiteindelijk heeft hij het gewonnen. Wij spelen allemaal. De lijnen staan er nog bij, hoor. Ongeveer. We spelen allemaal op het veld van 150. Nou heeft dus, ja, dat is niet de uitvinder ervan, maar Steve McLemmer bij Twente heeft het vak, heeft het veld in allemaal vakken verdeeld. Waarom? Hij vond dat je het visueel moest maken om te kunnen voetballen. Toen heb ik in de eerste instantie gezegd, ja leuk, maar op zaterdag heb ik ook geen vakken staan waar de spelers kunnen kijken waar het dopje ligt en waar hij moet lopen. Ik ben er wel mee aan de slag gegaan, omdat ik het altijd wel heb gedaan. Door in beginsel, zeg maar, al het praten over de eerste F, wat we net deden met over de middenlijn aansluiten, heb je al twee vakken. Door aan te sluiten over de middenlijn, heb je een aanvalsvak en een verdedigingsvak. Dus je moet aansluiten, heb je twee vakken. Bij de E kan je bijvoorbeeld, bij de D ook trouwens, dat is de A overkant ook, een lijn maken dat als je gaat voetballen en je bent in balbezit, dat altijd een speler aan die zijkant moet gaan staan. Doet hij dat niet, gaat de bal naar de tegenpartij. Kan een oefening zijn. Er zijn nog wat dingen te verkrijgen. Maar dan heb je al 1, 2, 3 vakken, als je de middenlijn erbij zit, 4 vakken, waar je iets mee moet met zo'n spelletje. Door dit te gaan doen, door hier die dopjes allemaal neer te gaan zetten, ik zou ze niet allemaal in het veld zetten, maar een beetje aan de zijkant, dan gaan spelers automatisch hierin staan. In eerste instantie moet je dat steeds zeggen. Als je dat, voetbal is herhaling, als je dat steeds probeert te herhalen, gaan ze dat automatisch doen. En ook, als je ze niet neerzet op zaterdag, zijn er altijd spelers bij die daarin gaan staan. Volgende week ga ik, als alles goed gaat, met het eerste en anders nemen we wat andere spelers hier en daar vandaan, een demonstratie geven met vakkenvoetbal. Ik heb het bij de ASO gedaan, een keer. Maar dat kan ook in elke leeftijd, hè? Dat kan je zelf allemaal voorzien. Hè? En zo. Dan kom je op 9 vakken. Nou, je hebt nooit 18 spelers. In eerste, nou, zo ben ik ermee begonnen. In eerste instantie heb ik tegen alle spelers gezegd, als je een bal in speelt, moet je je vak uit. Dat is niet moeilijk. Dat kunnen ze allemaal. Alleen mag je nooit met z'n tweeën in één vak staan. Dan wordt het lastiger. Dit kan ook bij de E, hè, door die zijkanten, en bij de D kan dit helemaal makkelijker. En hier is bijna niks van te vinden hoor, dus ga niet zoeken op internet. Dat heb ik al gedaan, dat is niks van te vinden. Op het moment dat hier een aantal jongens staan, en hij gaat een bal inspelen, dan moet hij zijn vak uit. Dus deze moet weg. Dan moet deze ook weg, want ze mogen niet met z'n tweeën in vak. Dan moet hij een vrij vak zoeken. Of, ik ga hierheen, dan moet hij weg. Wat je krijgt, is eigenlijk wat je wil met voetbalfilmbeweging. En dan lopen ze in de instantie ook wel naartoe. Nou, dat is allemaal heel goed een soort van structureren, zeg maar. Maar als we beginnen, ik heb hier geen borsteltje meer, is weg. Als we kunnen beginnen, zeg maar, bij de F met een aansluit over de middenlijn, dan kunnen we bij de E, kunnen we de tramrailsjes aan de zijkant maken om te kijken of we daar die links en die rechts buiten die bekjes in kunnen krijgen. Op de juiste manieren. In bal bezitten. Dan kunnen we bij de D weer een paar extra vakjes maken door of dit te doen. Verdeel het gewoon in vakken en verzin zelf wat je ermee wil. Dat is visueel maken van een eindpartij, zeg maar. Dan gaan de jongens gaan dingen doen waar je niet van verwacht. Je kan het proberen wel, zeg maar, het zo makkelijk mogelijk te maken allemaal. Ga het niet heel moeilijk doen. Het moeilijk te maken zoals het is, want dan ben je alleen maar bezig met uitleggen aan de kinderen. Wat zou dan, we gaan zo naar de training buiten, naar het vakkenvoetbal. Je hebt F gezien, circuit, we gaan nu naar vakkenvoetbal, A-selectie, senioren spelers. Wat houdt het vakkenvoetbal in? Ik ga het eens wel uitdelen. Laten we voorin gaan als je wilt. Waar wordt het over een voetbalprobleem? Een training. Gaan we het organiseren vanuit een voetbalprobleem. Dus als je morgen bij een teampje aan de gang bent en je bent met de wedstrijd bezig en je denkt van de spitsen die krijgen we niet aangespeeld, bijvoorbeeld. De spitsen zijn geïsoleerd, krijgen die spitsen niet aangespeeld.
Het kan een voetbalprobleem zijn. We gaan de duels niet aan. Voetbalprobleem. Dat is altijd de start van de training. We hebben een voetbalprobleem. Dat gaan we centraal stellen. En als iedereen het plaatje hebt, dan zie je als eerste staan het doel. Als je het doel leest van deze training, wat zou het voetbalprobleem kunnen zijn? Een verdedigend vak. Dat loopt van op de zijkant van die dot op de andere kant. Dat is een verdedigend vak. We hebben hier een middenvak voor Oranje en hier een aanvalsvak. In het middenvak zijn twee mensen, hier staan er ook twee. In het verdedigende vak dadelijk, die kunnen er ook gelijk naartoe lopen. Dat zijn Davy, Mark, Milelaza en Leon. In het middenvak Robert en Mark en voorin Niels en Stefan. Maar we verstaan, want daar vandaan kunnen we het uit gaan leggen. Thank you.
wil doen en Bart gaat meedoen, ga jij ook meedoen. Dan kan je oranje blijven hier ontstaan. Nu, wat nu gebeurde is dat hier ingespeeld werd en dan gaat er twee verdedigers, er mag allemaal één verdediger mee. En dat is wat er op zondag ook vaak gebeurt, dat we al heel enthousiast worden en mee gaan lopen in een aanval, dat achterin dan in een ondertal komen te staan. Daarom moet de één meegaan, de ander terug. Aan de andere kant moet hij weer terug. Dan kom je altijd in gelijke aantallen. En dan houden we op je middenveld, heb je toch al het overtal van één. Wat Gerard nu aan het doseren is, is het zogenaamde vakkenvoetbal. Wat we bij Olivier hebben ingevoerd. De training is gebaseerd op een voetbalprobleem. Het voetbalprobleem is de samenwerking tussen de linies. Loopt verloop vanuit de opbouw niet optimaal. De doelstelling is nu bij deze training om via het vakkenvoetbal de opbouw zo te verzorgen dat er beweging komt tussen de linies. Waardoor er meer aanspeelmogelijkheden komen tussen de verdediging, middenveld en aanval. Het veld is verdeeld in drie vakken, zoals je ziet. Een verdedigend vak, een middenveld en een aanvallend vak. Waarin de spelers verplicht zijn om daarin te bewegen. De bedoeling is, vanuit de keeperopbouw hebben we een meertal situatie van drie verdedigers tegen twee aanvallers. Die moeten aangespeeld worden, de drie verdedigers. En vanuit het verdedigende vak moet het middenvak ingespeeld worden. Zodra de spitsen aangespeeld worden in het vak, is het vrij spel. Dat betekent dat iedereen mag meedoen. Dus de methodiek is dat vanuit de opbouw de spitsen aangespeeld worden via het middenveld. En dan mag iedereen vrij spel meedoen. Oké, heel goed. Dan de vrijwilligers en trainers, begeleiders zien van niet-selectie elftallen. Hoe het nou is om zo'n training in elkaar te zetten en hoe je moet coachen. Gerard, zoals je ziet, loopt middenin. Hij heeft meerdere keren het spel stilgelegd. Hij heeft een aantal coachmomenten gepakt om de spelbedoeling duidelijk te maken. Je traint vanuit een doelstelling, dus de trainer bewaakt de doelstelling. Al naar gelang de spelers het beter snappen, zal je ook zien dat de trainer minder ingrijpt. Dus de coach laat nu het spel ook gewoon spelen en zal af en toe, zoals je nu ook ziet, spelers individueel coachen. Het is voor de begeleiders en de assistenttrainers goed te zien van hoe een trainer alleen zo'n spelvorm kan begeleiden. Heel goed. De partijvorm zegt, je mag pas scoren als het hele team over de middenlijn is. Ben je ook al met vakkenvoetbal bezig?